Wat me in het gesprek met de bewoners opviel, is dat Marloes direct aangaf dat ze heel erg een plek om tot rust te komen miste. En toen kwam ik op zolder. Ja, dan was ik met stomheid geslagen. Dan heb je zo'n mooie ruimte. En het was gewoon braakliggend terrein. Het was meteen mijn bedoeling om de zolder nog iets ruimer en lichter te laten doen worden. En daar is zo'n cabrio dakvenster ideaal voor. Het is niet en zeg maar dat het licht tot op de vloer naar binnen valt. Maar je kunt met lekker weer ook het balkon openzetten. Dat je een soort Frans balkonnetje krijgt. En dan heb je daadwerkelijk gewoon ruimte dat je even naar buiten kunt lopen. En even lekker uitdampen. Als je net uit bad komt, hoe lekker is dat? We hebben daar een cabrio raam ingezet. En normale ramen die kantelen zeg maar zo open en dicht. En dit raam dat heeft beneden een gedeelte en boven een gedeelte. Dit gedeelte had dan daar en dat gedeelte had dan daar. En dan kun je echt naar buiten lopen zeg maar. En als die dan weer dicht gaat, zit die weer zo, dan sluit hij weer af. Nou, dat cabrio raam, daar heb je echt iemand bij nodig die goed weet wat hij aan het doen is. En ja, datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor het aanleggen van het bad. Kijk, je wilt geen lekkage op de bovenste verdieping van je huis hebben. Dus dan moet je weten wat je aan het doen bent. Een verbouwing zorgt natuurlijk voor extra woonplezier. Maar het is ook belangrijk om goed naar de kosten hiervan te kijken. Zo kun je kiezen voor een verbouwing die zorgt voor een grote waardevermeerdering van jouw huis. Zodat je er later ook plezier aan beleeft. Ik denk, ik ga de ultieme relax zolder voor ze maken. Met slapen, relaxen en baden. Ik ga daar echt een vrijstaand bad neerzetten. Met een vrijstaande baduitloop. Ja, dat lijkt me gewoon een ultieme droom als je zoekt naar een ruimte om lekker te relaxen. Weet je wat? Ik ga het een beetje hamamachtig doen met betonachtige tegels op een soort podium. In de basis hield ik zeg maar heel erg rekening met Nick. Stoer, beton, een strak vormgegeven vrijstaand bad, stoere baduitloop. Zij zocht naar warmte, een beetje romantiek, gezellig. En ja, ik heb daar van die Indiase lampen met gaatjes erin. Die toch een soort sprookjesachtig effect geven. En vaak is het wel, als je dan van één meerdere ophangt, dat is wel een soort groot gebaar, dat werkt wel heel erg goed. Heb je een zolder waar je niet zoveel mee doet? Deze ruimte is in potentie een hele fijne slaap-, werk- of loungeplek. Het is wel belangrijk om de eenheid in jouw huis te bewaren. Door bijvoorbeeld eenzelfde kleurenpalet te gebruiken als in de rest van jouw huis. Voor de financiering zijn er meerdere mogelijkheden. Eén daarvan is een constructief krediet afsluiten op Vindio.nl. Hier kun je de mogelijkheden berekenen en direct je aanvraag starten. Ik vond het verschil enorm. Daar waar het eerst een hele kille, zakelijke woning was, vond het een soort warme deken die over je heen viel. Dus daar was ik wel echt heel blij mee. Ze waren super enthousiast, maar ook een beetje zo van flabbergasted, van we weten eigenlijk nauwelijks wat we moeten zeggen. En daar kan ik me best bij voorstellen, want er was echt heel veel gebeurd en het was een totaal ander huis geworden.